Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer. Amen. Ik stel op sommige protestanten zitten met afval heel erg te denken aan wat ze fout gedaan hebben. Alle zonden die ze begaan hebben in de afgelopen tijd en die moeten vergeven worden. Want het avondmaal heeft een link met vergeving van wat er verkeerd gelopen is. Het heeft ermee te maken dat Jezus het avondmaal zelf, de laatste maaltijd die hij met zijn leerlingen gevierd heeft aan de vooravond van zijn sterven, dat was een paasmaaltijd. Het is eigenlijk heel betekenisvol dat hij juist een paasmaaltijd gebruikt heeft. Om daar een tweede, diepere betekenis aan te geven, die op hemzelf van toepassing is. Want Pasen is het feest van de bevrijding. Jezus weet dat hij aan de vooravond van zijn dood staat en viert dan toch het feest van de bevrijding met zijn leerlingen. Dat kan niet anders dan dat hij beseft heeft of geloofd heeft in ieder geval, dat hij niet voor het einde stond, maar dat er een nieuw begin achter vandaan zou komen, dat hij inderdaad uit de dood zou verrijzen. De Heer heeft zijn tafel bereid voor wie in hem geloven en hem liefhebben. We nodigen u als dienaren van Jezus Christus om dankbaar en gelovig met de lofprijzing in te stemmen en brood en wijn uit zijn hand. Brood en wijn, dat zijn in feite, dat zijn de substanties waar Jezus mee avondmaal gevierd heeft aan zijn leerlingen. Hij heeft dan geduid dat het brood dat gebroken werd, dat was zijn lichaam dat gebroken werd. En de wijn, dat was symbool van zijn bloed. In de Rooms-Katholieke theologie is daaruit ontstaan dat telkens wanneer de Eucharistie gevierd wordt, brood en wijn essentieel verandert in lichaam en bloed van Christus. Maar daar hebben de protestanten afstand van gedaan. Dus voor ons is het een middel om met Jezus, met Christus en met elkaar verbonden te zijn. Maar het is waar de Rooms-Katholieken zeggen van het lichaam van Christus, dat vind je terug in het brood en in de wijn. Dan zeggen wij, zo zien wij dat niet. Voor ons is de levende Heer is aanwezig in die kring die daar samen het avondmaal viert. En het gaat in het avondmaal om verbondenheid met de opgestane Heer die in de hemel is. Dus in het begin wordt dan ook gezegd, verhef uw harten. En dat is voor degene die het zich herinneren van de catechese, denk ik. Hè? Maar dat is teken van, wij hier, hij in de hemel, wij zijn met elkaar verbonden. Maar tegelijk heb je dan ook die kring die daarop gesteld staat, wat ook teken is van en wij zijn ook met elkaar verbonden. Hè? Dus je krijgt die Vader, verbinding twee kanten. Die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op aarde. De dominee speelt een veel minder centrale rol dan in de Eucharistie, omdat niet iedereen bij hem langskomt om brood en wijn, of alleen wijn, van hem te ontvangen. Maar het wordt doorgegeven. Dus het is wat dat betreft het is bijna een democratisch gebaar. Wij kunnen het heil, de gaven van God, aan elkaar doorgeven. En daar hoef je geen priester voor te zijn. Dat kan iedereen.